De arbeidsmarkt is oververhit. We geraken, die vacatures geraken niet meer ingevuld. Hè. En plots lees je dan Carrefour zet 600 werknemers ouder dan 56 jaar op non-actief met behoud van 95% van hun loon. Dat krijg je niet meer uitgelegd aan de bevolking. Ik had vandaag een groep van 30 man, dat ging alleen maar daarover. Hoe is dat nu mogelijk dat je die mensen niet aan het werk krijgt? Ik denk dat wij een belangrijk signaal moeten geven, beste minister. 56 jaar is niet oud. En ik ben stout geweest. Ik ben uw leeftijd eens gaan opzoeken. Ja, en ik heb ook andere leeftijden van uw collega's van de regering opgezocht. En ik denk dat bijna de helft 56 of ouder is. Ik denk dat dat een belangrijk signaal is. Dat wil helemaal niet zeggen dat u niet oud is, of wat dan ook. Goed, ik denk dat we vanuit Vlaanderen... Ik denk dat we vanuit Vlaanderen het signaal moeten geven dat 56 niet oud is. En ik denk dat het dossier van Carrefour ook aangeeft dat er toch wel een probleem is. Dus dat we die mensen meer en meer moeten gaan heractiveren.